Gesynchroniseerde cardioversie. Zol raadt aan bij electieve cardioversie gebruik te maken van Gel Pro Pads. Voor de beste werking met het minste effect op de huid. Gelpro Pads kunnen zowel in de positie anterior posterieur als in de positie anterieur-anterieur worden gebruikt. Maar anterieur-posterieur plaatsing, die hierna wordt getoond, verdient de voorkeur voor een maximale stroom door de atria. Plaats eerst de posterior elektrode. Plak de elektrode tussen het subscapulaire gebied links en de linker mid-axillaire lijn. Breng voor atriale cardioversie de borstelectrode rechtsboven op de romp van de patiënt aan. Voor ventriculaire cardioversie brengt u de anterior elektrode over de apex cordis aan. Plaats de elektrode onder de borst bij een vrouwelijke patiënt. Voorkom dat de tepel in aanraking komt met het met gel behandelde gebied. Als er geen ProPads beschikbaar zijn, kunnen ook andere elektroden van Zoll, zoals de One-Step Complete Electrodes, worden gebruikt voor gesynchroniseerde cardioversie. Volg de aanwijzingen op de verpakking voor de juiste plaatsing. Draai voor cardioversie eerst de selectieknop op d Druk dan op de softkey Sync aan-uit. De softkey SYNC aan-uit is goed zichtbaar met zwarte letters op een witte ondergrond en is beschikbaar in softwareversie 12.00 en hoger. Controleer of de instelling van het aantal joule wordt voorafgegaan door het woord SYNC. In SYNC-modus worden boven de R-golf pijltjes omlaag weergegeven. Deze wijzen punten in de hartcyclus aan waar ontlading kan plaatsvinden. Selecteer vervolgens het energieniveau. Het aanbevolen energieprotocol voor cardioversie met de R-series met de rechtlijnige bifasische pulsgolf is 75 Joule, 120 Joule, 150 Joule en dan 200 Joule. Volg altijd het protocol van uw instelling voor het bepalen van de meest geschikte energieinstellingen. Druk dan op Laden. Zorg voor het toedienen van een schok dat de omgeving veilig is voor defibrillatie. Bed los. Houd de verlichte knop Schok ingedrukt tot de ontlading heeft plaatsgevonden. De defibrillator schakelt automatisch weer over op defibrillatiemodus. Herhaal dit proces zo nodig vanaf het indrukken van de Softkey Sync.